Hallo allemaal en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag is het mijn verjaardag en ik neem jullie gewoon aan. Ik neem jullie vandaag heel de dag mee. Ik weet niet dat jullie het al is opgevallen, maar ik denk dat deze kwaliteit en beeld van geluid veel beter is. En dat komt namelijk door deze hele lieve jongen. Ik heb namelijk een nieuwe camera gekregen voor mijn verjaardag. Namelijk this one. De Sony Cybershot DSC-WX500. Het is heel raar, want ik zie mijn eigen. Het is met een kantelbaar schermpje. En ik ben dat totaal niet gewoon, dus dat is wel een beetje raar of weet ik veel. Ik ben dat gewoon gewoon, dat komt wel. En ja, dat is het eigenlijk. Ik ga mijn outfit of the day laten zien en dan gaan wij maar eens vertrekken. Wij gaan vandaag op... we hebben vandaag niet echt iets deftig gepland, maar we gaan gewoon met de auto rondrijden en zien waar we uitkomen, waar naar huizen kijken, inspiratie opdoen. En die dingen. Dat is heel leuk. Dus ik neem jullie lekker mee vandaag. Oké, wat heb ik aan? Ik weet echt nog niet hoe ik mijn camera moet vasthouden. Maar excuses. Ik heb dit kleedje aan van Jacqueline de Jong. En deze riem is van de Shein. Zo een heel mooi zilver cowboy riempje noem ik het maar. Panty is van de Lidl. En mijn kousen... van de Decathlon, of course. En dat is eigenlijk mijn look of today. Ah ja, en mijn oorbellen zijn of course van de Primark of van de Shein. I don't know. En mijn Tommy Hilfiger, die ik altijd om heb. Dus dat is mijn look of today. Oké, terwijl dat Vincent de broodjes is gaan halen, want we gaan namelijk een broodje eten. Wil ik even zeggen wat we nog hebben gedaan. Ik heb eigenlijk niet gefilmd. Ik was even vergeten dat ik mijn camera bij had. Oepsie. Ik dacht dat het maar aankwam. Niet dus. We hebben een beetje rondgereden. We hebben huizen bekeken langs de buitengevel natuurlijk. Qua inspiratie. Ik weet niet of jullie het al weten, maar... onze stijl is meer pastoriestijl. En... ik vind dit awkward, want er zijn mensen aan het kijken, maar het boeit me niet eigenlijk. Eigenlijk moet ik echt denken van... Oké, goed. Het pastoriestijl, daar was ik gebleven. Dat is echt wel onze stijl. Maar we hebben al zoveel huizen gekeken. En ik vind dit heel ongemakkelijk. Om te filmen terwijl dat iedereen voorbij loopt. Maar oké, ik moet er echt even terug aan wennen. Goed, dus pastoriestijl. Echt fantastische stijl. Als je dat mooi vindt. Ik vind modern ook heel mooi. Maar pastoriestijl opteren we toch alle twee. Dus het is ermee dat we voor pastoriestijl gaan. Heel mooi. We hebben al heel veel huizen gezien. En dat maakt het soms makkelijker, maar soms ook moeilijker. Want... dan pas besefte van, ah ja, dat wil ik eigenlijk ook. Of dat wil ik ook en dat wil ik ook. Maar dat gaat niet allemaal. Dus je gaat echt, dat je dat altijd wel, maar je gaat echt grote keuzes moeten maken. Over je huis, wat je wilt of hoe dat je het wilt. Dus dat is wel soms een moeilijke en echt wel even een real check. Op sommige punten dan toch. Dus ja, ik ben eventjes aan het wachten. We gaan een broodje eten, heb ik al gezegd. Ik val echt in herhaling. Ik ga broodje hamburger pakken, omdat ik zin heb in een broodje hamburger, of course. Ik heb echt geen make-up op, omdat ik echt gewoon dacht van... ik heb geen rusting, ik doe het niet. I'm a natural girl. Dus ja. Ik heb voor de rest niet veel bij te kletsen eigenlijk. Dat ik, ja, ik heb mijn bril aan vandaar omdat ik niet echt heel veel zin had om mijn lenzen aan te doen. Omdat ik mijn ogen ook iets meer moet sparen eigenlijk op het moment. Want ik merk dat ik... want ik draag echt heel lang mijn lenzen van 5:30 ochtends tot soms 11:00 s'avonds. Dus dat is echt extreem lang. En soms merk ik dat echt wel aan mijn ogen dat...
over dat het erover was geweest. Dus ja. Ik zoek eigenlijk nog eens een ander merk van lenzen. Ik draag wel daglenzen, omdat ik sowieso al meer eiwit aanmaak via mijn ogen. Dus ja, ik heb ook een torisch oog, mijn rechteroog. Dus ja, dat is allemaal dingen waar je rekening mee moet houden met dat je lenzen koopt. Maar goed, ik ga eventjes lekker wachten. Ik ga jullie lieve comments beantwoorden onder mijn foto op Instagram. Moest je die niet gezien hebben, go check hem. Ik ben echt verliefd op de foto's die ik heb getrokken gisteravond. We hebben die gisteravond nog gauw getrokken, want ik wou echt eens een leuke foto op Instagram. Ik dacht, kom, we gaan daar eens tijd voor maken. Hij is echt uiteindelijk superleuk geworden. Allee, het zijn echt 3 superleuke foto's. Ik heb er nog wel, maar dat ga ik op een ander moment plaatsen. Dus go check my Instagram, caro.line. I like it. Oké, ik ben ineens terug thuis. En ik heb nog niet laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Bij de winkels waar we naartoe zijn gegaan. We zijn bij de Ego geweest in Lier. Maar daar hebben we niks gekocht. Gewoon wat gekeken, inspiratie opgedaan. Meer hebben we daar niet gedaan. Dan hebben we bij de Panos. Vincent heeft een donut gegeten en ik heb een rijstaartje gegeten. Moesten de mensen het interessant vinden. En dan zijn we naar een Ava gegaan. Met een Ava hebben we een aantal items gekocht. Namelijk zo'n kleurenbik. Ik vind het wel handig voor op het werk. Dan heb ik zo van dat cursuspapier, ruitjespapier. Ineens 3. Deze duiker. 3. Die waren op. En ik vind het altijd wel makkelijk om in huis te hebben. Zo schriftjes, schriften. Of kladbladen, hoe je het wil noemen. En dan hebben we ook nog etiketten gekocht voor de kerstkaart op te sturen. Het is ook met een gratis softwareprogramma. Dus die is ermee dat we het ook hebben aangeschaft. Ben heel benieuwd hoe dat gaat lukken. Had ik niet nog iets gekocht? Hadden we niet nog iets gekocht? Die snoepjes. Oh, het ligt in de kast. Dus snoepjes. En nog iets? Inpakpapier in de kast. Ah ja, en inpakpapier. Maar dat ligt allemaal op zijn plaats, want Vincent is van de opruim. Hij houdt niet zo van allemaal robbeltjes aan de kant. En dan hebben we... Nadien zijn we naar een Decathlon gegaan. En daar heeft mijn lieve vriend een heel zot groot cadeau aan zichzelf gegeven. En dat is namelijk... Ik ben er gewoon naartoe te dadelijk. Wat is eigenlijk de juiste benaming van zo'n toestel? Is dat gewoon roller? Indoor trainer, ja. Dus voor te fietsen, zoals jullie al weten, fietst hij heel graag. Ik heb ook al video's over opgenomen. Een video over opgenomen. En het staat nu in onze berging. Maar ik kan er niet blijven staan. Maar nu tijdelijk wel. Dus dat is dit toestel. Wacht even. Zien we dat we dat fixen met dat schermpje. Goed. Dat is dit toestel. Dat. En dan deze band heeft hij er apart bij moeten kopen. Omdat blijkbaar uw band heel rap slijt door dat te doen. Ik ken er zelf echt de ballen van. Dus vraag het niet aan mij of komt niet meer commentaar. Maar dit is dus wat hij zichzelf cadeau heeft gedaan. Hij is er echt al heel lang voor aan het sparen en aan het kijken van welk dat hem nu wou. Dus ja, het is echt... Het was uit het niks ineens, maar hij heeft het wel echt verdiend. Het is van het merk Eline, denk ik. Staat hier. Van het Decathlon, voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, je ziet het. Het is dus echt berging, hè. Maar oké, zwart. Dat is dus wat ik nog wou zeggen.